Mijn naam is L.E. Huisman, beter bekend als Louise. Ik ben 25 jaar en als adoptiezoon opgegroeid in een gezin met vader, moeder en een adoptiezusje in de buurt van Gouda. Naast de rol van grote broer heb ik in de afgelopen jaren verschillende rollen vervuld. Onder andere als vriend, chauffeur, meester, student, stagiair en binnenkort die van pedagoog met het uitzendprofiel in de jeugdzorg. Anderen zullen mij omschrijven als energiek, creatief, toegankelijk, transparant en daadkrachtig. In dit komende filmpje ga ik aantonen aan de hand van een echte beroepskritische situatie dat ik de 8 beroepstaken vanuit de opleiding beheers en daarmee dus een bekwaam pedagoog ben. Voor mijn afstudeerstage heb ik 1,5 jaar meegelopen op een residentieel logeerhuis. Hier verbleven maximaal 9 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar die door uiteenlopende redenen en problematieken tijdelijk niet meer thuis konden wonen. Ik start met de eigen gefundeerde pedagogische visie wat als mijn basishouding dient in de werkzaamheden. Vanaf mijn 18e levensjaar ben ik mij bezig gaan houden met opvoeding. Door mijn eerdere persoonlijke ervaringen, lesstof, stages, trainingen, etc. ontstond er langzamerhand een pedagogische visie. De opleiding pedagogiek heeft er in de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat ik bewust ben gaan nadenken over wat nu voor mij de definitie is van een goede opvoeding. Mijn visie is gebaseerd op de kritisch-emancipatorische stroming die zegt dat er altijd het verlangen is om iets beter te maken. Deze stroming stimuleert bijvoorbeeld dat iedereen gelijk wordt behandeld en kunnen opgroeien zonder belemmeringen. Het Rijk streeft ernaar dat iedereen zelfstandig kan deelnemen aan ons steeds sneller wordende samenleving. Mocht dit niet direct lukken, dan wordt ervan uitgegaan dat de mensen eerst kijken naar wat zij zelf kunnen betekenen om vervolgens ondersteuning te vragen in het eigen netwerk. Het gaat niet om wie je bent, maar om wie je kent. Een groot deel van de samenleving houdt het tempo niet bij wat zij als falen kunnen ervaren. Daarbij wordt er vanaf kleins af aan aangeleerd dat je iets goed of fout hebt gedaan, in plaats van anders. Wat ik niet de juiste bewoording vind, en hier moeten we dus vanaf. Situaties waaruit je de bepaalde opvoedaspecten haalt om op latere leeftijd zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij, noem ik een pedagogisch instituut. Dit is een school, je sportclub, maar ook het gezin. Hierbij is het helpend om opvoeding op maat te bieden wat passend is bij de behoeften van het individu. Dit zal echter een diversiteit aan onderwijsvormen, duur en kosten betekenen. Zoals Albert Einstein zei, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Om je als mens te kunnen ontwikkelen is een kwalitatieve pedagogische relatie tussen een volwassene en opvoeding onmisbaar. Een pedagogische relatie staat voor de wederzijds vertrouwensband en beïnvloeding waarin respect en begrip centraal staat om gezamenlijk een ontwikkeling te bewerkstelligen. Zonder deze relatie geen prestatie. Reggio Emilia zegt dat je respect moet hebben voor de talenten van individuen en de wijze waarop zij zich ontwikkelen. Dit is alleen te realiseren door hierover met elkaar goed te communiceren en te onderzoeken wat het beste aansluit bij de eigen behoeftes. Daarnaast hangt de pedagogische relatie ook samen met het gecreëerde pedagogische klimaat en het hanteren daarvan. In het eerste jaar van mijn opleiding ontdekte ik de visie van pedagoog Emmy Pickler, waar ik volledig achter sta. Zij staat voor het belang van vrije beweging, spel en respectvolle verzorging van het kind. Zij zegt hierover dat het van wezenlijk belang is dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen, beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkste is. Ieder individu is een genie, maar heeft een ander referentiekader wat gebaseerd is op opvattingen, waarden, normen, gebeurtenissen, waarnemingen en beoordelingen. Om elkaar beter te begrijpen is het van belang om elkaars ervaringen te delen, vragen te stellen en te letten op de lichaamstaal. Pas in het 4e jaar vond ik een visie die aansluit bij hoe ik denk dat opvoeders moeten handelen. Het is de visie van Masje Struik die staat voor het handelen vanuit je hart en het daarbij lef te tonen om outside the box te durven denken. Om het verschil te maken moet je naar jezelf durven kijken en te leren begrijpen waarom je handelt zoals je handelt zonder te oordelen. De persoonlijke ervaringen dienen juist als erkenning door de herkenning. Het professionele sluit het persoonlijke niet uit. Het uitwisselen van ervaringen zorgt juist voor meer begrip, motivatie en hoop. De autoritatieve opvoedstijl van Van der Brink sluit hier ook goed bij aan. Kinderen worden opgevoed naar zelfredzaam en zelfstandigheid, waarbij alles helder wordt uitgelegd met duidelijke grenzen. Bij de start van mijn stageperiode op het logeerhuis werd duidelijk dat het uiteindelijk het doel was om zelfstandig een mentorschap te draaien, maar wel onder toezicht oog van een collega. Het eerste jaar maakte ik het beleid van de organisatie eigen en leerde ik de jongeren met de complexe problematieken kennen.
Stapsgewijs ging ik aan de slag met het aangaan van een pedagogische relatie, gespreksvoering, dienstoverdracht, contact met de hulpverleners en ouders, de groep leiden en begeleiden, samen een pedagogisch plan opstellen en mezelf ontwikkelen op beroepsgebied. In maart 2020 werd een nieuwe jongere van 14 jaar op de groep geplaatst, wat mijn mentorkind werd. Alles van wat ik het afgelopen jaar heb geoefend, moest ik nu zelfstandig uitvoeren. Tegelijkertijd kwamen er ook andere nieuwe taken bij als de intake leiden, voortgangsverslagen schrijven, dienen als aanspreekpunt van de logeerders en ook nog de andere jongeren ondersteunen. Een van mijn sterkste kwaliteiten is het aangaan en onderhouden van een pedagogische relatie met de jongeren. Dit is tegelijkertijd ook een van de moeilijkste door de juiste mate van professionele nabijheid te creëren. Het onderhouden en aangaan van de pedagogische relatie doe ik vaak in combinatie met een activiteit zoals opruimen, wandelen of een spel als airhockey. Ik ben erg nieuwsgierig en geïnteresseerd in wat anderen mij te vertellen hebben en ben op dat moment echt gericht op de ander. Ik stel veel vragen en vraag hierin ook door. Ik ga uit van een gelijkwaardigheid en benoem ook als ze iets van mij willen weten hier altijd naar mogen vragen. Om misverstanden te voorkomen, parafraseer ik wat de ander mij vertelt en benoem ik ook het gevoel dat het mogelijk oproept bij hem of haar. In mijn handelen ben ik transparant doordat ik alles bespreekbaar maak met de ouder, jongeren en het team wat voor openheid zorgt. Het opstellen van een pedagogisch plan doe ik in samenspraak met de hulpverleners, ouders, maar waar vooral de jongeren zich in moeten herkennen. Ik schrijf niet over, maar met de jongeren het plan. Ik leg hierbij veel verantwoordelijkheid bij de jongeren, waardoor het echt hun plan wordt. Om tot een helder geformuleerd doel te komen, zet ik vaak de wondervraag in. Dit is een methode die helpt om op een andere manier toekomstgericht te kijken zonder weerstand. Daarbij stel ik veel vragen, waardoor er concrete, zelf aangedragen oplossingen gevonden kunnen worden. Zo gaf een jongere aan met bepaalde emoties te zitten en door in gesprek te gaan kwamen we tot een oplossing om het van je af te schilderen. In mijn werkzaamheden was ik goed op de hoogte van de voortgang doordat ik veel structureel bijlas, telefonisch en via de mail contact had met de hulpverleners om de zorg rondom de jongeren af te stemmen. Ik sloot aan bij de start- en evaluatiegesprekken waar ouders, de jongeren en andere betrokken hulpverleners deelnamen om gezamenlijk koers te geven aan het verdere traject. Jongeren zien hier niet altijd het belang van in, waardoor ik hen vaak eerst moest overtuigen om toch aan te sluiten. Zulke gesprekken bespreek ik vaak voor, zodat ze niet voor verrassing komen te staan en zo erachter komen of zij misschien ook nog wat in te brengen hebben. Niet alleen met de jongeren, maar ook met de hulpverleners bespreek ik zo'n gesprek voor om tijdens het gesprek duidelijk één lijn uit te dragen. Dit vond ik zeker van belang toen online deze gesprekken gingen voeren. Tijdens gesprekken had ik altijd een inbreng. Ik stelde vragen, gaf mijn visie en advies, maar ook verklaringen waarom er zo gehandeld werd om voor duidelijkheid te zorgen bij mezelf en anderen. Coördineren en afstemmen van de zorg vraagt om duidelijkheid, communicatie, koersgesprekken voeren, etc. Dit kan je allemaal. Wat ik graag wil zeggen over jou is dat jij echt het contact aangaat met ouders en met name jongeren. Zonder echt contact maken wordt al hetgeen wat ik net noemde veel lastiger. Jij bent hierin echt uniek en we hebben allemaal gezien dat het werkt wat jij doet. Aandacht geven, een rondje skileren, niet direct tot praktische zaken overgaan, zijn hiervan voorbeelden. Ontwikkel jezelf nog door ook meer het contact met ouders aan te gaan, want jij bent echt een fijn mens om mee samen te werken. Verder heb ik ook aan een jongere de Winners of Tolerance uitgelegd, aan de hand van het handbreinmodel. Hiermee maakte ik het voor hem inzichtelijk wat voor het effect een trauma heeft op zijn brein. Achteraf was het voor hem helder, alleen de manier hoe ik dit deed vond hij een beetje kinderachtig. In het begin liep ik mee met collega's in hun diensten, maar later ging ik stapsgewijs taken overnemen. Bij de start van een dienst kreeg je overgedragen van een collega wat er speelt en welke acties er per jongere nog gedaan moeten worden. De acties of wat er speelde vroeg ik altijd nog even na bij de jongeren zelf, bijvoorbeeld tijdens het eten koken, waarna ik op hun gegeven antwoorden voortborduurde. Alles wat er zich had afgespeeld rapporteerde ik kort en bondig per jongere in Morca voor als zij op bed lagen. Ook tijdens het eten werd er een hoop verteld, maar gebeurde er ook een hoop. Het kwam een enkele keer voor dat er 's nachts een crisis werd geplaatst en hier de volgende dag de andere jongeren van op de hoogte moest brengen. Alles besprak ik na met mijn collega's. Samen met mijn begeleidster heb ik deelgenomen aan een leernetwerk. Een van die workshops ging over de beste wijze van evalueren. Dit was voor ons zo verhelderend dat we dit direct zijn gaan delen met het team, maar ook gekeken of dit organisatiebreed mogelijk was. Ik ben een evaluatieformat gaan ontwerpen die ik heb toegepast bij mijn tweede intake. Ook was ik portefeuilletaakhouder van middelengebruik.
Voor de jongeren en het team heb ik zelfstandig een voorlichting georganiseerd met een Kahoot en een ervaringsdeskundige. Jongeren gaven geregeld dingen bij mij aan. Op een gegeven moment was hun nood zo hoog dat ik op hun initiatief hen heb ondersteund bij het maken van een agenda voor de jongerenvergadering. Bij binnenkomst was ik bang om leiding te geven aan de professionals. Zij zijn de deskundigen en ik de stagiair, dacht ik altijd. Al snel maakten ze mij duidelijk dat we gelijkwaardig zijn en dat ik een frisse blik heb op het werkveld en hun dus ook iets kan leren. Ik struggelde met het probleem dat ik het perfect wilde doen, maar daardoor de eigenheid van mezelf niet durfde te laten zien. Toen zelfs de ouders tegen mij zeiden van, Louise, je bent de enige die het zo doet, kwam de echte Louise uit zijn schulp. Dit resulteerde dat ik veel ontspannender te werk ging en ook de jongeren merken dit op. Ze kwamen nu sneller een praatje bij me maken op kantoor bijvoorbeeld. Bij de intakegesprekken durfde ik met behulp van mijn eigen ontworpen evaluatieformulier leiding te nemen in het gesprek. Toen ik eenmaal de smaak te pakken had, ging ik de teamvergaderingen voorzitten, wat ik ook erg leuk vond om te doen. Het liet me echt inzien dat ondanks mijn rol als stagiair het team ook mijn adviezen meenam. Het gaat er echt om hoe je je opstelt, ben ik achter. Het managen van het proces, iedereen aan het woord laten en te checken of alles helder was, vond ik erg leuk om te doen. Tot slot werkte ik de vergaderingen uit en stuurde deze door in de vorm van een notule. Zoals al eerder is gebleken, hield ik veel contact met de hulpverleners, maar ook met de ouders. Ik nam niet alleen contact op als er iets was voorgevallen, maar ook gewoon om even te vragen hoe het nu met hun gaat. Dit werd erg gewaardeerd door de ouders en betrokkenen. Van nature ben ik erg nieuwsgierig naar alles wat er om me heen gebeurt en wil het fijne ervan weten. Onder andere in het mentorschap heb ik laten zien de juiste vragen te stellen en hierop door te vragen, waardoor het mij lukte om een compleet beeld te schetsen van de situatie. Het draait hierbij echt om de individuele cliënt. Ik probeer geen oordeel of mening te hebben en niets in te vullen. Wanneer ik mijn advies of mening wil geven, vraag ik hier eerst om toestemming voor. Het is mijn uitdaging om anderen over drempels te laten stappen waar ze voorheen van dachten het nooit te doen. Ik hoop daarmee een weet je dat nog momentje te creëren voor het leven. Zoals toen we inktvis gingen eten, met een onbekende visser in gesprek gingen of liet inzien dat hun mening wel degelijk telt in een gesprek. Door met elkaar in gesprek te blijven en te voorzien van feedback heb ik ingezien dat je er niet alleen voor staat en samen tot een oplossing kunt komen. Met het volgen van trainingen blijf ik mezelf ontwikkelen en kan ik dit toepassen in mijn werkzaamheden en delen met betrokkenen. Zoals toen ik naar het Vergeten Kind Talk ben geweest, waar ze begonnen over een trainingspak bij een avond slaapdienst. Een punt van aandacht is wel dat ik nu vaak reageer vanuit mijn enthousiasme, wat maakt dat ik soms zonder erover nagedacht te hebben reageer en in actie kom. Hierdoor vergeet ik soms de hulpverleners en de ouders te betrekken en kan ik in het proces meerdere stappen overslaan. Daarbij moet ik de verantwoordelijkheid bij het gezin houden en zelf niet te veel over willen nemen.